even een korte video waarin ik terug wil kijken op de ontwerpopdracht Maak een opstelling trillingsvrij. En waar ik vooruit wil kijken naar de ontwerpopdracht voor aanstaande woensdag. En ook alvast even vooruit wil kijken naar het tentamen. Vorige keer zei ik al dat ik het heel erg mis dat ik niet kan rondlopen in de Studio Classroom en kan zien waar jullie mee bezig zijn. Toen ik vandaag door alle inzendingen aan het heen kijken was en de gifjes zag van hoe jullie thuisopstellingen gemaakt hebben, kwam dat gevoel een beetje terug. Dus dat was heel leuk om te zien dat jullie zeg maar heel creatief bezig zijn geweest. Ik heb heel veel hele leuke dingen al lang zien komen. Tijn had zelfs zijn eigen veer gemaakt van ijzerdraad en heeft daar een hele goede demping mee weten te halen. Elise had uitgerekend dat ze voor de veren die zij nodig had een massa van precies 1,4 kilogram nodig heeft. Laat het boek Fundamentals of Electrodynamics nou precies 1,4 kilogram zijn. Elias had besloten dat hij niet zelf zijn opstelling in trilling wou brengen, maar dat hij daarvoor een Lego motor kon gebruiken. Nou, allemaal leuke innovatieve dingen die ik gezien heb. Ik heb echter tot nu toe maar 62 inzendingen gezien en we hebben 142 studenten die meedoen. Dus zorg er alsjeblieft voor, als je nog niet ingeleverd hebt en je deze video ziet, voor vrijdag 10 uur, dat je op tijd inlevert. Om vrijdag 10 uur is de deadline. Wat daarna binnenkomt, kunnen we niet meer nakijken. Dus vrijdag 10 uur, dan inleveren. Als je dan inlevert, let er alsjeblieft goed op dat je precies inlevert wat er gevraagd wordt. Je notebook, dus gewoon de Python notebook file, een PDF van dat notebook waarin alle plaatjes goed te zien zijn. De gifjes bewegen niet in een PDF. En daarom upload je ook één gifje, niet meer, niet allemaal, één gifje waarin wij goed kunnen zien dat je opstelling werkt, dus dat die dempt. Waarschijnlijk is dat je meting bij de hoogste frequentie die je gedaan hebt. Mocht je nou nog klem zitten met iets, het allerlaatste moment om ons vragen te stellen is vandaag tussen 5:30 en 6:30. Dan gaan we alle vragen die op dat moment binnengekomen zijn in Discord nog even na. Wees dan online of zorg dat je je vraag er al staat, dan reageren we daar nog even op. We zijn er om jullie te helpen op die momenten. Als je vast zit, vraag het alsjeblieft, dan proberen we samen eruit te komen. Zodat jullie voor 10 uur vanavond een werkende opstelling kunnen indienen op Brightspace. Dan even over het tentamen. Het is nog onduidelijk hoe we het tentamen precies vorm gaan geven. Maar het heeft er nu alle schijn van. Alle overleggen op niveau van decanen en centrale college van bestuur. Dat de tentamens gewoon doorgaan op een alternatieve manier. Maar wel op de tijdstip dat ze oorspronkelijk gepland waren. Dus als je iemand bent die zijn tentamen graag ver van tevoren voorbereidt. Ga gewoon door met die voorbereiding. Want we gaan een manier vinden om te toetsen of jullie de stof van de colleges daadwerkelijk snappen. En die manier gaat zeer, zeer waarschijnlijk zijn precies op het tijdstip waarop het tentamen oorspronkelijk ingepland stond. Dan kan je daar alvast op voorbereiden. Dan vooruitkijken naar woensdag. Woensdag wordt de laatste ontwerpopdracht van DEF. En anders dan de vorige twee die je thuis gedaan hebt, ga je bij deze wel samenwerken. Het is nog steeds, gegeven de coronamaatregelen, niet de bedoeling dat je fysiek gaat samenwerken. Dus we gaan online samenwerken. Wij delen jullie in groepjes. Op dezelfde manier dat we dat gedaan hebben bij de ontwerpopdrachten die we wel hebben gedaan in de Studio Classrooms. We vegen de Discord groepen leeg nadat de trillingsvrijmaken opdracht afgelopen is. En dan kunnen jullie je woensdag opnieuw aanmelden in een groep. En dat zal dan de groep zijn waarmee je samenwerkt. Kijk op Brightspace woensdagochtend, dinsdagavond misschien al, in welke groep je zit. En zorg ervoor dat je je woensdag op tijd in die groep indeelt en meldt dat je er bent. De verplichte aanwezigheid begint woensdag om 9:15. Dan ga je online samenwerken. Jullie gaan allemaal iets maken wat samenkomt in de opdracht. Hoe dat precies in elkaar gaat vallen, dat gaan jullie woensdag zien. Mocht je nou nu al weten dat je woensdag ziek bent, of mocht gedurende de komende dagen dat duidelijk worden, mail dan naar het DEF mailadres, zodat we bij het indelen van de groepen daar alvast rekening mee kunnen houden. Dat scheelt op woensdagochtend veel stress voor ons om het allemaal op elkaar af te stemmen. Woensdag wordt weer wat mij betreft een leuke opdracht. Ik hoop dat jullie net zulke leuke, innovatieve, creatieve en goed geëngineerde dingen gaan maken als ik tot nu toe langs heb zien komen. Voor nu alvast een heel fijn weekend.